En ik ben natuurlijk de enige Almeloze kandidaat van welke politieke partij dan ook. Ja, en zeker deze dagen, hè, vandaag, morgen en ook zondag. Ja, dan ben ik zeker hier gewoon in het mooie Almelo. Maar we hebben ook nog maandag, dinsdag en woensdag. Want zelfs op de laatste dag gaan we nog campagne voeren. En maandag en dinsdag en ook woensdag trekken we gewoon de hele regio door. Dus nou ja, en ook als ik naar vandaag kijk. Hè, we zijn natuurlijk hier begonnen vandaag bij Heracles. Straks gaan we naar Holten toe, gemeente Rijsselholten. Vervolgens komen we terug in Bornebroek, waar we met ons CDA springkussen staan. En dan ook een soort meet and greet met mij. En we sluiten vanavond af in Hengelo. Dus we hebben ook wel een stukje van de regio te pakken vandaag. Je bent een gemeenteraadslid voor het CDA in Almelo en kandidaat voor de Tweede Kamer. Je staat op plaats 34. Is dat een plek waarvan jij het reëel verwacht dat je erin komt? Ja, het CDA doet het sowieso nu hartstikke goed in de peilingen. En hoe komt dat? Omdat ze in de oppositie gezeten hebben? Nee, dat weet ik niet. Wij, zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie is het CDA gewoon... Wij staan voor onze thema's. En dat hebben we de afgelopen jaren ook wel laten zien. En als je dat bekijkt op deze regio, nou, hebben we ons natuurlijk ontzettend hard gemaakt. Bijvoorbeeld voor... De N-wegen, de Rijkswegen N35, N36, N50. We vinden gewoon dat we daar ook de middelen voor moeten krijgen om die te verbeteren. Daar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet. En dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. Maar vergeet ook niet bijvoorbeeld waar het CDA de afgelopen jaren zich ontzettend hard voor heeft gemaakt. Is bijvoorbeeld het behoud van kleine scholen in de dorpen. Want je ziet dat daar alleen maar een soort centraliseringsdrang is. En dat is natuurlijk niet goed. Accijnzen bijvoorbeeld ook in de grensstreken. Dat is ook echt een thema waar we ons de afgelopen jaren ontzettend hard voor hebben gemaakt. Dat die verschillen gewoon verkleind worden. Want je ziet dat mensen gewoon de grens overgaan. En bijvoorbeeld de pomphouders in de grensstreek daar echt de dupe van zijn geworden. Maar ja, dat weten we ook volgens mij allemaal. Het behoud van de Karelskamp en het behoud van de rechtbank. En dat is niet alleen een CDA-ding, absoluut niet. Dus dat zal ik ook zeker niet naar me toe trekken wat dat betreft. Maar het is wel iets waar je met elkaar aan kunt werken als je gewoon een sterke vertegenwoordiging vanuit deze regio in Den Haag hebt. En daar staan we voor. En jij zegt al, jij bent de enige Almeloze kandidaat op al die stemlijsten. Exact. Dat betekent dus dat alle onderwerpen die je nou net noemt, dat het enorm belangrijk is voor mensen hier uit de regio om op die Almeloze kandidaat te stemmen. Precies, precies. En dat is ook waar wij natuurlijk een campagne voor voeren. We hebben de campagne gestart Kies voor je regio. Juist omdat we merken dat er heel veel aandacht gaat zitten rondom de Randstad. Hè. En dat zie je ook in de vertegenwoordiging. Als je kijkt naar het aantal Kamerleden dat uit die omgeving komt. En er zitten gewoon heel veel Kamerleden vanuit de Randstad. En daar gaan ook de middelen naartoe. Daar kunnen we heel open en eerlijk over zijn. Dus je ziet dat er zelfs naar lokale metroprojecten Rijksgeld naartoe gaat. Terwijl wij hier in deze regio moeten vechten voor iedere euro om bijvoorbeeld de N36 een stuk veiliger te maken. Nou, dat vinden wij in ieder geval niet evenredig verdeeld. En ja, op het moment dat je een grotere vertegenwoordiging vanuit deze regio in Den Haag krijgt, ja, dan kun je ook daar beter een vuist maken. En het is natuurlijk ook gewoon met elkaar hier in Almelo hartstikke mooi als we één inwoner uit deze mooie stad straks in Den Haag krijgen. En op die manier te zorgen dat daar die belangen ook goed vertegenwoordigd kunnen worden. Dus dit is even een promotieplaatje van mijzelf natuurlijk op die manier. Maar nee, het is ook goed voor deze stad als we sinds lange tijd weer iemand uit deze stad op een plek in Den Haag krijgen.